Als zorgverlener ben je een van de steunpilaren van de maatschappij. Je zet je altijd 100% in voor de cliënt. Maar waar gewerkt wordt, kunnen er ook ongelukken gebeuren. Wanneer dit leidt tot de dood van of ernstige schade voor een cliënt, noemen we dat een calamiteit. Als er een calamiteit voorvalt, moeten we deze melden bij de inspectie. We starten een onderzoek volgens een standaardprocedure. Het onderzoek wordt uitgevoerd door een commissie met een onafhankelijke voorzitter. Wat is er precies gebeurd? En hoe zijn de processen verlopen? We gaan met alle betrokkenen om tafel. Zowel met jou en je team als met de familie van de cliënt. Van alle verzamelde feiten en verhalen brengen we vervolgens een rapport uit. We zorgen ervoor dat in het rapport alle betrokken medewerkers volledig anoniem blijven. In het rapport ligt de nadruk dan ook niet op de schuldvraag, maar op een verbeterplan. Het verbeterplan nemen we vervolgens door met alle betrokkenen en de familie van de cliënt. Op die manier zorgen we er samen voor dat we leren van calamiteiten, dat we in de toekomst fouten voorkomen en dat we met z'n allen nog betere zorg kunnen leveren.